bezoekers en die begrijpen maar wel drie bezoekers van Twitter. Elin, kom! Samen eens resume trekken al van de voorbije drie dagen. Maar misschien eerst even op het feestelijk moment van gisteren terugkomen. Want de WOTS heeft de Marketing Cup prijzen uitgereikt op de Exposantendrink. En ja, zeg het maar. Ja, jullie zijn tweede geworden. Ja, een zoete melkje. Ja, de zoete melk van de eeuwige tweede. Nee hoor. Meestal strijden wij als bedrijven voor de Marketing Communicatie Cup. We zijn erg betrokken bij de organisatie natuurlijk. Maar ik vond dit keer wel heel mooi dat Andreessen Houser uit eigenlijk een andere branche, die traditioneel eigenlijk achterblijven, nou, die vlogen de pan uit. En E-Plan, ook een groot bedrijf, die werd derde. Dat zijn wat nieuwelingen, terwijl voorheen waren vaak toch de branche IE die vooral de kar trok met de uitnodigingen aantallen. Ja. Het was hier echt drie dagen heel, heel druk. Ja. Bezoekers, waarvoor dank. Want zonder jullie is het natuurlijk helemaal niks, want daar doen we het voor. Maar het was eigenlijk best een gezellige sfeer. Ja, je bruist het. Je hoort het nu alweer. De deuren gaan open en dan loopt het vol. Ja. En dat blijft tot een uur of twee, drie. Ja, en daarna wordt het iets rustiger. Maar ja, dan wil ik ook wel een keer een lunch hebben. Hè? Dus, ja, precies. Prima. Precies. Ja, ja, ja. Frans, laten we even terugblikken op de voorbije drie dagen. Ja, graag. Fijn dat we weer een beurs hebben. Dat we weer bezoekers kunnen ontvangen en mee aan tafel kunnen zitten. Gelukkig zijn er veel bezoekers waar we mee in gesprek kunnen. We kunnen de bestaande relaties goed onderhouden op dit moment via zo'n beurs. En het is ook heel plezierig om tandem met Eurocircuits te kunnen doen. Die verzorgen de Belgische bieren die we kunnen schenken op onze stands. En dat is altijd een hit voor onze bezoekers. Dankjewel Frans, maar ook jullie bedankt. Want dankzij jullie standbouw en de inzet van jullie prachtige personeel zijn wij samen toch al eigenlijk vele, vele jaren lang het kloppende hart van de World of Electronics. En samen is het ook nog plezant en dan mag het leven ook zijn. Jazeker, het moet plezierig zijn. Voilà, okay. Dankjewel. Ja, dankjewel Dirk. En laten we zo doorgaan. En tot volgend jaar. Ja, oké. Doen we.